zijn vertrek naar leek succes, beantwoordt dokter Van Rooyen vragen van journalisten. Excellentie, als de Veiligheidsraad op 6 januari te leek succes weer opnieuw bijeenkomt, denkt u dan dat de Indonesische kwestie direct weer zal worden behandeld? Ik ben overtuigd dat de Indonesische kwestie als een van de eerste punten, zo niet het eerste punt, op de agenda van de Veiligheidsraad dan zal komen te staan. Gaat u met optimistische verwachtingen naar leek succes? Ik wou zeggen met andere woorden, verwacht u meer begrip voor het Nederlandse standpunt daar? Ik ben van nature een optimist, geloof ik. Ik neem aan dat nu dat enige tijd verlopen is, meer begrip voor het Nederlandse standpunt zal zijn ontstaan. En dat men langzamerhand tot het besef zal komen hoe sterk onze Nederlandse zaak is. Met hetzelfde vliegtuig waarmee dokter Van Rooyen naar de Verenigde Staten reist, vertrekken ook de twee Belgische en de twee Nederlandse prijswinnaars van de opstelwedstrijd welke een der New Yorkse dagbladen heeft uitgeschreven over de wereld die wij wensen. 10 weken zullen de jongelui in New York vertoeven. Misschien zullen ze dan een boek kunnen schrijven.